We zijn toe aan de allerlaatste spreker, ook van de faculteit Economie en Bedrijfskunde. En haar naam is Mirjam van Praag. En Mirjam van Praag, ook geen onbekende, verschijnt regelmatig in bladen op televisie. U kent haar beslist allemaal. Zij is hoogleraar ondernemerschap en organisatie. En zij houdt zich inderdaad met name bezig, op zich wel een mooie brug die Arnoud Boot zojuist maakte, met ondernemerschap. En hoe het nou toch komt dat vele starters niet echt heel succesvol worden. Maar met name onderzoekt zij ook de vraag hoe het komt dat hogeropgeleide of mensen van de universiteit niet kiezen voor het ondernemerschap. Wat is dat nou? En op deze manier lekt het toch heel veel potentieel weg. Ben zelf erg geïnteresseerd in wat ze gaat vertellen. Mag ik uw aandacht? Ze is ook kroonlid van de Sociaal-Economische Raad van de SER. Ze is voorzitter van de Amsterdamse Academische Club. En inmiddels verschijnt ze al. Mag ik uw aandacht voor de allerlaatste spreker, mevrouw Mirjam van Praag. Dames en heren, welkom als bezoeker bij dit geweldige initiatief. Ik heb 20 minuten de tijd. Ik ben als laatste, dat geeft als voordeel dat ik al van collega's heb gehoord wat de omstandigheden zijn. Een geïnteresseerd publiek met sauna-temperaturen, dus vandaar mijn kleding. Ik ben al 20 jaar aan het onderzoeken wat ondernemers succesvol maakt, maar echt 20 jaar, want vandaag precies 20 jaar geleden werd ik AIO. En startte ik mijn promotieonderzoek. En dat ging over dit onderwerp. Nou goed, intussen heb ik ook wel andere dingen gedaan. Zo zielig ben ik niet. Maar die wetenschappelijke speurtocht waar ik het over wil hebben, die heb ik toch echt wel een beetje aan de lijve zelf ook ondervonden. En waarom is dit nou zo'n leuk onderwerp? Om je zo lang mee bezig te houden. En ik ben niet de enige die dat vindt. Omdat ondernemers zijn heel belangrijk voor de economie, voor de maatschappij. Ze zijn niet alleen financieel belangrijk, daar heeft Arnoud ook al over gehad. Maar ze zijn ook belangrijk voor eigenlijk de hele sociale constellatie in steden en ook in ontwikkelingslanden. Dus ondernemers, die kan je gewoon niet wegdenken. En toen ik er 20 jaar geleden aan begon, toen bleek eigenlijk dat heel veel mensen deden onderzoek naar werknemers in loondienst. Maar die ondernemers die al die banen verzorgen, die werden eigenlijk nog helemaal niet zo heel goed bestudeerd. En wat is nou spannend? Dat is om te weten wie wordt ondernemer en wie niet. En wie gaat het goed doen en wie niet. Nou, ik ben econometrist, dus daar heb ik dan op statistische manier geprobeerd een beetje invulling aan te geven. En eigenlijk zijn we de laatste jaren ook heel veel bezig met onderwijs in ondernemerschap. Dat is eigenlijk nu nog in de kinderschoenen, maar dat is enorm in ontwikkeling. En daar wil ik het ook met u over hebben vandaag. Want eigenlijk is toch wel een beetje de hamvraag, denk ik, in dit onderzoek, maar ook van belang voor het beleid en ook van belang voor het nut van onderwijs in ondernemerschap. Dat is, wat bepaalt nou wie ondernemer wordt en wat bepaalt nu wie succesvol is? Sommige mensen zeggen, dat is alleen maar geluk. Goed, dan kan beleid en onderwijs er niet heel veel aan veranderen. Andere mensen zeggen, nou, je bent gewoon geboren als ondernemer of niet. Ook dan kan beleid er weinig aan veranderen en onderwijs ook niet. En andere mensen zeggen, nou, je kan het eigenlijk best leren. En op dat moment is er dus ook een plaats voor beleid en voor onderwijs op het gebied van ondernemerschap. Dus alleen als het antwoord op die laatste vraag ja is, kan je het leren. Dan is er eigenlijk ruimte, ook voor ons als docenten, en daar zijn we allemaal heel druk mee bezig, om dat ondernemerschap ook echt aan de man te brengen. Anders heeft het misschien weinig zin. Nou, en ik wil met u die speurtocht nu aangaan. En u mag me trouwens best onderbreken, hoor. De vragen hoeven niet aan het eind te komen. Het is toch al een beetje borreltijd nu. En sommige mensen zitten hier, geloof ik, al de hele dag. Ik kan onderbroken worden en u kunt me helpen met die speurtocht, maar ik wil u leiden langs een aantal bewijzen waaruit dan uiteindelijk zal blijken dat ondernemerschap inderdaad te leren is. En ik wil letterlijk gaan van de geboorte tot, niet tot de dood, maar wel tot volwassenheid. Dit is niet het bewijs, maar je zou het misschien wel denken. Want er wordt steeds meer gedaan aan onderwijs in ondernemerschap. Hier ziet u allemaal een grafiek met allemaal stijgende lijnen. De blauwe lijn gaat over de basisschool. De rode lijn over het voortgezet onderwijs. En de, wat is het?
De gele lijn, die gaat over het hoger onderwijs. En op alle drie de plaatsen worden steeds meer leerlingen en studenten onderwijs gegeven in ondernemerschap. Dat stijgt enorm. En dit gaat over Nederland. Dus op basis daarvan zou je dus denken dat het antwoord op de vraag, kan je ondernemerschap leren, dat ja is. Want ja, waarom zou je hier allemaal zoveel tijd en moeite anders in stoppen? Toch blijkt uit onderzoek tot nu toe, wat er was geproduceerd, dat er nog niet zo heel veel bewijs is. Hier ziet u in de eerste rij het aantal studies staan dat is gedaan naar de effectiviteit van onderwijs in ondernemerschap op de basisschool. In de tweede rij het voortgezet onderwijs en de derde rij het hoger onderwijs. En u ziet dus dat wereldwijd in totaal zijn er nog niet eens 30 studies gedaan naar de effectiviteit van dat onderwijs. 0 op de basisschool, dat was voordat wij ons onderzoek hadden gedaan. 5 in het voortgezet onderwijs en een stuk of 20 in het hoger onderwijs. Wat hebben zij bekeken? Zij hebben bekeken of dit soort onderwijs de intentie om ondernemer te worden, of de houding ten opzichte van ondernemerschap beïnvloedt. Dat hebben de meeste studies bekeken. Dus 4 van de 5 die het voortgezet onderwijs hebben bestudeerd. En 20 van de 20 die het hoger onderwijs hebben bestudeerd. En daarnaast heeft een heel klein aantal studies ook gekeken, is dat onderwijs nou eigenlijk effectief voor de vaardigheden die te maken hebben met ondernemerschap, om die verder te ontwikkelen, en voor de kennis over ondernemerschap. Dat zijn maar heel weinig studies geweest. En dan is het ook nog eens zo dat de resultaten van die studies eigenlijk niet aangeven dat daar een hele grote effectiviteit in zit. En dat gaat dus met name over het hoger onderwijs, want dat zijn de enige studies die gedaan zijn. Dus eigenlijk is het plaatje nog niet zo heel erg gunstig. En daarom kom ik dus terug bij de hamvraag: wat maakt ondernemers dan succesvol en wat kan onderwijs daarin bijdragen? We gaan nu naar de eerste stap, het eerste onderdeel van de speurtocht. Eigenlijk is één van de belangrijke stylized facts, één van de belangrijke dingen die je altijd ziet terugkomen, is dat kinderen van ondernemers, die gaan eerder ondernemen. En de kans is echt, vaak 3 keer zo groot. Als je een van je ouders ondernemer is, dan ga je als kind ook ondernemen. Dus je zou zeggen, daar zit in ieder geval een correlatie. Maar dat is misschien wel interessant om te weten, maar je weet dan nog steeds niet precies wat daarachter zit. Wij hebben daar onderzoek naar gedaan in het afgelopen jaar. Op de volgende manier, want we dachten, dan kan je toch iets beter erachter komen. Zijn dat nou die genen van die ouders die ze doorgeven aan hun kinderen, de ondernemende genen? Dat noemen we de pre-birth factors. Of is het de omgeving die ze bieden, de nurture of de post-birth factors? Dus eigenlijk kijken we, is het nature of is het nurture, of welke combinatie van de twee is het? Nou, wij hebben samen met een Zweedse co-auteur het voorrecht gehad om met een hele bijzondere dataset te werken van 6000 geadopteerde kinderen. Dat zijn geen baby's meer, zoals op die foto, maar ze zijn allemaal ouder dan ik. Maar van die 6000 kinderen weten we hun hele arbeidsmarktverleden, dus ook of ze ondernemer zijn geweest en hoe succesvol ze waren. Maar dat is niet alles. We weten het ook van hun adoptieouders. Maar ook dat is nog niet zo heel erg bijzonder. Maar wat is nou het unieke van deze dataset? We weten het ook van hun biologische ouders, die ze zelf niet eens kennen. Maar de Scandinaviërs die staan voor niks met hun dataverzamelingen. Dus wat de kinderen zelf niet weten, weten wij wel. Wij weten dus zowel van de biologische als van de adoptieouders of ze ondernemer zijn geweest en hoe ze dat hebben gedaan. Dus wat kunnen wij dan bekijken? Wij kunnen dan bekijken, oh hier staat de uitslag al, wij kunnen dan bekijken of die transmissie van ouder naar kind, of die nou vooral groot is voor de adoptieouders, die geen enkele genen gezamenlijk hebben met die kinderen en alleen maar de omgeving delen, of dat die vooral door die biologische ouders tot stand komt, die helemaal niet die kinderen eigenlijk heel erg hebben meegemaakt of hebben beïnvloed. Dus wij kunnen kijken, is het nature of is het nurture of welke combinatie? Nou, daar hebben we onze econometrische toolkit op losgelaten. En er komt uit, beide zijn belangrijk, beide. Nature is belangrijk en nurture. Maar het is in een bepaalde verhouding.
een derde, twee derde. En we hebben die hele dataset die hebben we binnenstebuiten gekeerd. Die ouders die hun kinderen geadopteerd hebben, die hebben duidelijk een grotere invloed op die kinderen in hun keuze om ondernemer te worden en ook hun succes, dan de ouders die kinderen alleen maar geboren hebben laten worden. Dus op basis van dit natuurlijke experiment, zo noemen we dat, concluderen we, het effect van de omgeving is twee keer zo sterk als dat van de geboorte. We hebben ook nog ietsje verder in de data gekeken. En op basis ook daarvan hebben we nog wat andere conclusies getrokken. Maar misschien nu omwille van de tijd ga ik daar niet op in. Maar dit is wel het eerste bewijs volgens mij dat ondernemerschap kan je in je vroege jeugd leren. Omdat ook die omgeving duidelijk een rol speelt. Maar ook die genen. Dus ja, het is aangeboren. En ja, die omgeving doet ertoe. Maar wel heel erg aan het begin. We weten nu nog niet of je ook bijvoorbeeld in het lager of in het middelbaar of in het hoger onderwijs daar nog wat aan zou kunnen toevoegen. Nou, de tweede studie in deze speurtocht die gaat naar ietsje oudere kinderen kijken. Die zitten namelijk op de basisschool. En we hebben 2 jaar geleden ongeveer, hebben we het schooljaar 2010, 2011 en 2011, 2012... hebben we op 63 scholen, groep 8, 118 groepen 8, met 2.500 kinderen, want zo groot zijn die groepen tegenwoordig, hebben we onderzoek gedaan naar het programma BizWorld. Dat is het meest gerenommeerde programma om ondernemerschap aan te leren op de basisschool. Het komt uit Amerika, daar wordt het ook heel groot toegepast. En kinderen die gaan 5 dagen lang gaan ze een bedrijf starten. En het is behoorlijk serieus voor die kinderen. Ze moeten solliciteren naar een functie in hun ondernemende team van 5 of 6 kinderen uit hun klas. Eentje wordt de CEO, eentje wordt de CFO. En dan zijn er nog mensen voor de productie en voor de marketing en zo verantwoordelijk. En wat gaan ze met elkaar doen? Ze moeten materialen inkopen. Op basis van hun plannen zijn hun aandelen iets waard. En op basis van die waarde kunnen ze hun inkopen doen. En ze kunnen eigenlijk een soort gekleurde touwtjes kopen om vriendschapsarmbandjes te maken. Die ze dan vervolgens voor nepgeld, voor bis-euro's aan hun schoolgenootjes in groep 7 kunnen gaan verkopen. En er komt ook een winnaar uit de bus. En het is echt heel leuk. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Niet als kind, maar als trainer. Er staat ook een ondernemer voor de klas. Ik was dan even nep-ondernemer. En het is een heel grappig programma. Maar de vraag die wij ons hadden gesteld was, eigenlijk net als bij medicijnonderzoek, hebben we de scholen in 2 verdeeld. De ene helft van de scholen kreeg dat programma, terwijl wij van tevoren en na afloop bij de kinderen metingen mochten uitvoeren. Zeg maar de thermometer onder hun tong mochten stoppen. Om te kijken hoe hun ondernemende vaardigheden erbij stonden. En hoe hun houding ten opzichte van ondernemerschap erbij stond. Dat deden we dus van tevoren en na afloop. En dan hadden we een controlegroep van scholen. Die mochten later het programma doen, maar tijdens ons onderzoek nog even niet. Die eigenlijk dus ook dat programma gingen doen, dus die heel vergelijkbaar waren. En waar we tegelijkertijd ook die thermometer 2 keer onder de tong legden van tevoren. En nadat die andere groep het programma had gedaan, nog een keer. Want ik kan u vertellen, in 2-3 maanden tijd ontwikkelen die kinderen zich gigantisch. Dus het is heel belangrijk om die tijdsfactor goed in de gaten te houden. Nou, en wat hebben we gevonden? Dat op de basisschool kan je best wel goed ondernemerschap leren. Die vaardigheden, eigenlijk voornamelijk de soft skills, de ondernemende vaardigheden. Dus prestatiegerichtheid, risicobereidheid, doorzettingsvermogen, analytisch vermogen en allerlei dat soort dingen. Die zijn bij de groep die het programma heeft gevolgd meer toegenomen dan bij de controlegroep die het programma op dat moment nog niet had gevolgd. En u ziet in de eerste kolom bij de behandelgroep staan heel veel plusjes, maar dat zegt nog niet zoveel. Want in de tweede kolom ziet u bij de controlegroep ook heel veel plusjes, omdat die kinderen zich gewoon ontwikkelen. Maar die derde kolom, daar gaat het om. Is het verschil tussen die 2 ontwikkelingen significant? En het antwoord was ja. Dus op de basisschool zijn die ondernemende vaardigheden in ieder geval met dit programma goed aan te leren. En dat was dus voor ons wel een, het is een motiverend resultaat in ieder geval. Dus de conclusie is, ja, ondernemerschap kan je leren op de basisschool.
En in het volgende zou ik dan als derde bewijs of niet bewijs de vraag willen beantwoorden. Kan je ondernemerschap ook in het algemeen leren? Heeft scholing überhaupt effect op de ondernemende capaciteiten van mensen? Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik op tijd... Oh ja, ik zie de tijd. Nou, in eerste instantie laat ik u hier een grafiek zien waarbij rood aangeeft wat voor opleiding topondernemers in Nederland hebben gehad. Ik ga even niet in op de definitie van topondernemers. De witte balkjes geven aan wat mensen die überhaupt in de beroepsbevolking werken voor een opleiding hebben gehad. En de blauwe balkjes geeft aan wat startende ondernemers voor opleiding hebben gehad. En eigenlijk hier rechts, ik weet niet of dit werkt, hier ziet u het hoogste onderwijs. Oh, ik kan dit niet zo goed richten, maar ik doe het denk ik met mijn verkeerde hand. Nou ja, het is te licht hier. Maar rechts ziet u dat vooral die topondernemers, 62% daarvan heeft een academische opleiding. 28 of 29% heeft een hbo-opleiding. Dus echt wel meer dan 90% heeft hoger onderwijs gevolgd. En als u kijkt naar de beroepsbevolking of naar de startende ondernemers, dan ziet u daar dezelfde plaatjes ongeveer, maar die heel erg afwijken van die topondernemers. Dus topondernemers hebben echt wel hoger onderwijs gevolgd. Alleen, nu is even de vraag. Misschien zijn dit hele slimme, hele gemotiveerde mensen die daarom hoog onderwijs volgen en die ook daarom goede ondernemers zijn. Dit zegt nog niks over de effectiviteit van dat onderwijs. Nou, met econometrische technieken kan je dat dan toch wel bekijken. Hier zijn vier professor Barabassen. Eentje, de bovenste twee, die zijn ondernemer en de onderste twee, die hebben alleen maar die zijn werknemer, sorry. En links ziet u deze professoren, dat is misschien een beetje in tegenspraak, die alleen maar lagere school hebben gedaan. En rechts die de universiteit hebben gedaan. En nu is de vraag, deze vier mensen zijn precies hetzelfde. Alle ongeobserveerde karakteristieken, die zijn identiek. Maar wie van hen gaat nou het beste presteren? En uit ons onderzoek komt, maar dat is dan met heel veel gegevens, dat eigenlijk, ik zal het wel even aan de hand van dit plaatje laten zien, dat het verschil tussen de bovenste twee professor Barabassen, dus die met de lagere school en de universiteit, maar dan als ondernemer, is veel groter dan het verschil tussen die onderste twee professor Barabassen. Dus als ondernemer lijkt opleiding eigenlijk in nog belangrijker mate dan als werknemer tot betere prestaties. Dus opleiding is belangrijk voor ondernemerssucces. Indirect, lijkt mij, is dat dan ook wel een bewijs dat je ondernemerschap kan leren. Het is een indirect bewijs. We observeren dat ondernemers met een hogere opleiding daar meer baat van hebben dan werknemers dat hebben. Oké, dus dit waren de jubelverhalen. En nu ga ik nog even iets vertellen over het onderzoek dat gedaan is. Want dat is ook, er wordt ook heel veel training aan mensen gegeven die al ondernemer zijn, volwassen ondernemers. Dat gebeurt in ontwikkelingslanden en in andere landen. En ook daar is een beetje onderzoek gedaan naar de effectiviteit van trainingsprogramma's voor ondernemers. En ook daarvan kun je zeggen, op die manier kan je analyseren of je ondernemerschap kan leren. Dus de volgende vraag is, profiteren ondernemers van extra training? Nou, ik heb één studie eruit gehaald die is gedaan. Zo heel veel zijn er trouwens nog niet gedaan. En dat is van Carlan en Valdivia. En die borduren eigenlijk voort op een uitspraak van Mohamed Yunus, die eigenlijk de microkredieten heeft opgezet. En hij zei dat ondernemers, of dat... hij zei eigenlijk, ik citeer, "The fact that the poor are alive is clear proof of their ability. They do not need us to teach them how to survive, they already know. So rather than waste our time teaching them new skills, we try to make maximum use of their existing skills. Giving the poor access to credit allows them to immediately put into practice the skills they already know." Oftewel, ze hebben geld nodig, maar geen kennis. Nou, de vraag die is een beetje gechallenged door deze twee onderzoekers. En die hebben een heel groot veldexperiment gedaan in Peru.
de helft van de ondernemers, en dat zijn meestal vrouwen die microkrediet krijgen, de helft van die ondernemers, die kreeg alleen maar microkrediet. En de andere helft kreeg er ook een interessant opleidingstraject bij. En dat was gewoon met een dobbelsteen toegewezen wie wat kreeg. En wat bleek nou? Dat eigenlijk de resultaten van die extra opleiding, die waren er wel op bepaalde fronten, maar niet echt overduidelijk in de keiharde businessresultaten. Dus die de business knowledge index, zoals zij die hadden gedefinieerd, die nam wel toe. Meer in die groep die ook opleiding kreeg dan in de groep die alleen microkrediet kreeg. En hun gedrag veranderde wel. Ze hielden bijvoorbeeld de privé boekhouding veel meer gescheiden van de zakelijke boekhouding op basis van hun onderwijs. Maar de meeste harde indicatoren zoals winstcijfers en zo, die namen niet zo heel erg toe. En eigenlijk blijkt dat ook uit andere studies die voor de Verenigde Staten, dus niet in ontwikkelingslanden zijn gedaan, dat dit soort trainingen tot nu toe nog niet zo heel veel bewezen positieve effecten hebben. Conclusie? Ondernemerschap kan je leren. Ik denk dat dat hiermee, met de, in ieder geval de eerste paar bewijzen die ik heb aangevoerd, dat dat gewoon duidelijk is. Je kan het leren. Houding kan je beïnvloeden, vaardigheden kan je beïnvloeden, kennis kan je beïnvloeden. Maar wat ook lijkt, als we naar de sterkte van die effecten kijken, zeker als je die laatste serie ziet, beter jong dan oud. Zo lijkt het. In ieder geval voor die vaardigheden. Het is dus geen kwestie van belief, wat heel veel ondernemers die zelf geen opleiding hebben, maar toevallig wel succesvol zijn, denken. Het is geen belief, je kan het echt wel leren. En dat heeft toch ook wel beleidsconsequenties, want ondernemende vaardigheden, die worden ook voor werknemers steeds belangrijker. Steeds meer werknemers die worden ook aangenomen, opgeleid en beoordeeld op hun ondernemende houding en hun ondernemende vaardigheden. En eigenlijk werknemers die zijn niet meer bij één baan voor hun leven. Die zijn ook eigenlijk de ondernemer van hun eigen carrière. En switchen en hoppen en niet alleen van de ene baan naar de andere, maar ook van tussen ondernemerschap en werknemerschap. Dus dat ondernemerschap, dat is aan alle kanten steeds meer belangrijk. En in het hoger onderwijs, dus nog niet zo heel veel dus bewezen effect van ondernemerschapsonderwijs, maar in het hoger onderwijs is er wel één belangrijke extra dimensie. En dat is dat we hier ook, daar is vandaag weer heel veel over verteld. We hebben van dat prachtige onderzoek, bijvoorbeeld in de beta-wetenschappen en in de medische faculteit, waarvan het heel belangrijk is dat dat ook veel meer nog via goede ondernemers naar de maatschappij komt. En waar weer heel veel goed ondernemerschap uit kan komen. Dus alleen al om die reden is het belangrijk om ondernemerschap te bevorderen in het hoger onderwijs. Niet alleen bij de studenten, maar ook bij de docenten en de onderzoekers. Hier wilde ik het even bij laten. En vandaag gaat het ook over nieuwsgierigheid. Nou, ik ben in ieder geval heel nieuwsgierig naar uw ideeën over deze onderwerpen, vragen en discussie. Maar ik denk dat ik niet de rol heb om dat verder te leiden. En daar staat ze. Dat ga ik voor je doen. Heel erg bedankt. Mirjam van Praag. En keurig binnen de tijd. We zijn precies om 6 uur klaar. Fantastisch. Ik geef heel graag het woord aan nog een paar mensen buiten binnen voor een paar laatste vragen. Wie zou er een vraag willen stellen? Mevrouw, u hier vooraan. En buiten, schroom u niet, hè? Nee, ze schromen zich niet, maar ze hebben ook geen vraag. Gaat u even staan. Dank u wel voor uw interessante verhaal. Ik heb me afgevraagd, u bent heel succesvol in uw werk. Had u niet zelf graag ondernemer willen worden? Nee. Ja, leuke vraag. Ja. Ja, ik zou eigenlijk best wel graag ondernemer zijn. Alleen, ik doe ook wel eens wat ondernemende activiteiten, denk ik. Maar ik vind wetenschappelijk onderzoek zo leuk. En daar is toch weinig markt voor, geloof ik, buiten de universiteit. Althans, je kan wel wat toepassingen verkopen, maar echt de diepte induiken en dit fundamentele onderzoek doen, is de universiteit daar een fijnere plek voor dan het ondernemerschap. Wie weet in de toekomst? Kan. Ik ben nog jong. Daarom, we blijven u volgen. Meneer, ik kom naar u toe. Ik geef de microfoon als ik hem snel terugkrijg. U heeft ons een grafiek laten zien van succesvolle topondernemers. En die zijn voor een heel groot percentage hoger opgeleid.
Maar daarom breekt een heel stuk verhaal. Die zijn misschien opgeleid in technische wetenschap of zo. Die hebben niet geleerd te ondernemen. Wat is je vraag of was het gewoon even een opmerking? Ik begrijp het. Ja. Er ontbreekt een heel stuk in uw uitleg. Ik geloof er geen donder van. Nou, dat is duidelijke taal. Het is toch altijd leuk om aardig te eindigen zo'n dag. Ja. Mevrouw van Praag. Nee, maar het is een hele goede vraag. En ik ben ook heel blij dat ik nu toch nog even de gelegenheid krijg om dat uit te leggen. Het klopt, die ondernemers die hebben ook helemaal geen ondernemerschap geleerd. Maar die hebben iets geleerd. Die hebben onderwijs gevolgd. En nu blijkt dus dat die mensen die meer onderwijs hebben gevolgd, ook op basis van die econometrische analyses, als gevolg van dat onderwijs betere ondernemers zijn. Dan is de indirecte conclusie, oké, ze hebben kennelijk iets geleerd op de universiteit. We don't know what. Maar ze hebben iets geleerd wat hun betere ondernemers maakt. En het klopt ook, beta's bijvoorbeeld, die leren nog meer wat geschikt is voor ondernemerschap dan andere studenten. Dus het zijn niet de ondernemerschapscursus waar we het op dat moment over hebben. Het is indirect bewijs. Ik hoop dat ik uw vraag zo heb beantwoord. Ja? Fantastisch. Meneer, zag ik nog een vinger? U heeft nog een vraag. Ik kom naar u toe. We nemen nog 1 of 2 vragen en dan gaan we afronden. Meneer. Heeft u misschien een suggestie of een tip wat voor onderneming te starten in deze crisis? Hele concrete vraag. Nee, niet op deze manier zo. In het algemeen. Nee, helaas. Wat had je zelf in gedachten? Maar het is op zich een interessante vraag. Maar dat is natuurlijk wel een beetje deel van het ondernemerschap om te bedenken wat je ook gaat doen. Oké. De allerlaatste vraag. Wie durft? Wie wil? Iemand van buiten wellicht, want ik kom gewoon naar buiten. Nu kan alles, we zijn bijna klaar. Of iemand van binnen. Nou, kijk, een inhoudelijke dan. Als je dan geen onderneming weet te starten, wat dan? U vertelde net van een onderzoek naar ondernemers onder 6000 kinderen, geloof ik. Waar is dat onderzoek gedaan? Oké, in Zweden. Die andere die daarna kwam. In Nederland. Amsterdam en omgeving. Ja, dat beantwoordt je vraag. Nou, dan gaan we hiermee afronden, mevrouw van Praag. Mag ik ook u van harte bedanken, onze laatste spreker in een prachtig rijtje. Ook voor u een flesje wijn en een mooi boekje. En heel erg bedankt voor uw bijdrage. Dank je wel. Ja, mijn college daarnet ging over het succes van ondernemers. Want de vraag was eigenlijk, wat maakt ondernemers nou succesvol? En kan je ondernemerschap ook leren? En ik heb gekeken naar van baby tot volwassen, waar je precies wat invloed kan uitoefenen met onderwijs. Okay. Ja, ik ben onderzoeker en dan is nieuwsgierigheid echt enorm belangrijk. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Steeds maar weer doorvragen, doorkijken. Want eigenlijk is dat is wel misschien bijzonder aan het onderzoeker zijn. Het stellen van de goede vragen is nog bijna belangrijker dan het geven van de goede antwoorden. En in de meeste andere beroepen is dat niet zo. Ja, de UvA heeft een hele belangrijke rol in de stad Amsterdam. De VU natuurlijk ook, maar de UvA toch ook. Want we brengen heel veel studenten hier, waardoor de stad en ook de binnenstad enorm levendig is. En daar profiteren ook heel veel ondernemers van, bijvoorbeeld in de horeca. Maar daarnaast is het ook wel zo dat op basis van het onderzoek dat aan de UvA gebeurt, kunnen we niet alleen dit soort leuke evenementen als vandaag organiseren, waarbij we kennis overbrengen naar de rest van de stad. Maar we zorgen er ook echt voor dat op basis van die kennis, dat er uitvindingen en nieuwe ondernemingen de stad inkomen. Ja, waardoor we gewoon hier een prachtige omgeving hebben. En één voorbeeld bijvoorbeeld is TomTom en een ander voorbeeld is Booking.com. Dat zijn allemaal ondernemingen die hier in Amsterdam tot stand zijn gekomen.